Het mooie aan wiskunde is juist dat het zo abstract is. Veel mensen denken dat, omdat het zo ver van de realiteit staat, dat het daardoor geen betekenis heeft. Maar het mooie is juist dat hetzelfde stukje abstracte wiskunde over heel veel dingen in de echte wereld kan gaan. Zo kan je een probleem abstract maken, analyseren en daarna weer de terugvertaalslag maken om te kijken wat je inzicht in de echte wereld betekent. Ik onderzoek het detecteren van communities in netwerken. Dat zijn groepen die te herkennen zijn doordat ze onderling beter verbonden zijn dan met de rest van het netwerk. Er zijn veel verschillende algoritmes die deze groepen kunnen herkennen, maar het is heel moeilijk om te zeggen welke nou echt geschikt is voor een bepaald netwerk. Want hoe weet je nou of het de groepen die je vindt ook echt de groepen zijn waar je naar op zoek bent? Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de groepen gebaseerd zijn op toevallige verbindingen en daardoor geen betekenis hebben in de echte wereld. Bij netwerken denken mensen natuurlijk meteen aan sociale netwerken en social media. Maar eigenlijk kan iedere verzameling dingen met onderlinge relaties gezien worden als een netwerk. Zo kan je hersenen ook zien als een netwerk waar je dan bijvoorbeeld groepen samenwerkende neuronen in kan herkennen. Een sociaal netwerk hoeft ook niet per se iets als Facebook of Twitter te zijn. Een ander netwerk dat vaak als voorbeeld gebruikt wordt is een netwerk van dolfijnen, waarbij twee dolfijnen verbonden zijn als ze vaker dan gemiddeld met elkaar gezwommen hebben. Wat netwerken interessant maakt, is dat je heel veel dingen in de wereld kan weergeven als een netwerk. En dat deze netwerken wiskundig gezien vergelijkbaar uitzien. Ook al gaan ze over compleet verschillende dingen. Ja, daar kun je heel veel mee. Bijvoorbeeld bij het hersennetwerk. Als je ziet dat de hersenen op te splitsen zijn in deze groepen, geef je dan een beter beeld over hoe de hersenen werken. Maar je kan nog veel meer in mee. Zo heb ik bijvoorbeeld tijdens de pandemie gewerkt aan een project waar we keken naar hoe we Nederland in stukjes konden hakken. En dan mensen binnen die regio's, gebieden konden laten blijven om zo ervoor te zorgen dat het virus zo min mogelijk verspreidt. En zo zie je dus dat, ook al is mijn onderzoek erg theoretisch, het ook heel veel toepassing heeft in de echte wereld.